Dus welkom allemaal. Hebben jullie de muziek gehoord? Morning has broken. Er staat iets bijzonders te gebeuren. Het is bijna Pasen. Het leven is echt sterker dan de dood. Iets bijzonders staat te gebeuren. Doen jullie mee? Elke winter gaat voorbij. Het voorjaar en de zomer komt. Elk verdriet gaat voorbij. Geluk klopt altijd weer aan de deur. Na het donker wordt het licht. Na de dood komt het leven. Samen zijn we sterk en kunnen we alles aan. Dat vieren we met Pasen. De dood houdt ons niet vast. Samen gaan we door met huilen en lachen. Laten we samen Pasen vieren. Wees welkom allemaal. Wees welkom allemaal. Dat hebben we samen mooi gezongen. Welkom bij deze paasviering. We zijn samen klaar om Pasen te vieren. Zijn we samen ook sterk genoeg? Of zullen we, net als altijd, eerst even onze talenten bij elkaar brengen? Onze goede talenten samen, dan kunnen we Pasen aan. Ik begin met de Van Zonstraat. Die brengen vandaag de spierballen aan. Kijk. Van Zonstraat is erbij. En ik breng de voet mee van het rooibos. En waar zouden we zijn zonder het hoofd van de Waterleidingstraat? Handen om te strelen, handen om te zwaaien, handen om elkaar gedachten te zeggen. Deze komt van de Jan van Amstelstraat. En zonder de buik van het waterkwartier kunnen we ook niet. En wat dacht je van de hand van het zandhoofdpad? Ja. En de spierbal van de klavers. En de voet van de zandkant. En waar kan het hart anders vandaan komen dan van de singels? Het hart van de singels. En dan zijn we compleet. Kijk maar. Benen om te lopen, armen om te zwaaien. Een hoofd om na te denken en een hart om alles samen sterk aan de gang te houden. Wees welkom allemaal. Laten we Pasen vieren. Nu wel. Alle krachten hebben verzameld, zal ik een paasverhaal voorlezen. Luister maar eens. Jezus was op vrijdag aan het kruis overleden. En zijn dode lichaam was zo lang in de grot gelegd. En na enkele dagen gingen twee vrouwen naar het graf. Maria uit Magdalena en Maria de moeder van Jacobus. Zij wilden het lichaam van Jezus met geurige olie gaan wassen.
Ze vroegen zich af wie de zware steen voor de ingang van het graf voor hen zou wegrollen. Maar toen ze bij het graf waren, zagen ze dat de steen al was weggerold. En geschrokken bleven ze staan. Jezus was er niet. Wel zagen ze een in wit geklede jonge man op de rand zitten. Ze schrokken vreselijk en dachten een engel te zien. Wees toch niet bang, zei deze. Ik weet dat jullie Jezus zoeken. Die is gekruisigd en gedood. Maar hij is hier nu niet meer. Kijk, hier heeft hij gelegen, maar hij is opgestaan uit de dood. Ga maar terug naar zijn leerlingen en vertel dat Jezus leeft. Jezus is niet meer dood. De dood kon hem niet vasthouden. De vrouwen gingen verschrikt naar buiten en vluchtten. Van schrik konden ze eerst niets zeggen. Zijn jullie erbij? Want hier is het moment. We gaan het paaslicht aansteken. Paaskaars 2021. We gaan het leven sterker maken dan de dood. Kijk maar, we halen het leven uit de dood terug. Kijk, daar komt de nieuwe paaskaars. Zien jullie hem al? Linda zet hem op de kandelaar. Kunnen jullie hem goed zien? Dan steek ik het licht aan. Pasen 2021. Het licht van ons geloof. Dat zegt dat wij samen sterk zijn. In dit soms toch moeilijke leven. Hoe zeggen we het altijd als we samen het leven vieren? Het leven is soms om te huilen en soms om te lachen. Kijk maar achter me. Soms moeten we samen huilen en dan troosten we elkaar. Maar vaak is het leven om te lachen. En laten we, nu we de paasfeest vieren, dat niet vergeten dat het leven soms moeilijk is. En dat we elkaar dan nodig hebben. Om dat niet te vergeten, steek ik ook de pijnlijke nagels in de paaskaars. Zodat we weten dat als het leven moeilijk is, dat we elkaar gaan helpen. Jezus levend houden, in vrede en in moeilijke tijden. Kijk, ik doe de nagels erin. Kijk, zo was het leven van Jezus ook. Door het lijden heen naar de dood. Als het tegen zit, blijven we sterk, gaan we samen verder. Samen huilen, samen lachen, samen iets moois maken van het leven. Dat vieren we met Pasen. Zullen we daarvoor zingen? Luid en gelukkig. Glorie, glorie, alleluia. Zing maar mee. Tranen
Wat is het toch een bijzonder verhaal. Jezus ging dood aan het kruis en nu zeggen de mensen die bij hem horen dat hij weer leeft. Dat is toch bijna niet te geloven. En toch, hè, toch kan er soms uit het donker, als je denkt er is geen leven meer, leven ontstaan. Kijk eens naar deze zaadjes. Die lijken toch niet levend? Die lijken toch dood? En helemaal als je ze straks in de grond stopt. Zit daar nog leven in? Heel bijzonder. Kijk eens. Uit zo'n zaadje kan een plantje ontstaan. Dat is toch ook een wonder? Dat kan je toch eigenlijk bijna ook niet geloven? En misschien lijkt dat wel een beetje op ons leven. Ken je dat? Dat je bang bent ergens voor? Of dat je ruzie met iemand hebt en het wil maar niet goed worden? Of dat je iets moet doen waarvan je denkt, dat kan ik nooit. En dan plotseling komt er iemand voorbij en die troost je. Of die ruzie, die komt toch weer goed. Je wordt toch weer goede vrienden. Of je doet iets waarvan je dacht, dat kan ik nooit en je kunt het toch. Dan lijkt het dood en donker en toch zit er leven in en licht. En daarom delen we met Pasen deze plantjes uit. Omdat we het leven willen vieren met elkaar. Het is niet dood, het is levend. Deel die plantjes maar met elkaar. Kijk er maar naar en zorg er samen maar goed voor. Want dan gaan ze groeien en bloeien. Delen jullie de plantjes in de woonkamers? Dan doen wij het hier ook. Ik geef Linda een lobelia. Alsjeblieft. Dankjewel. En ik geef Joukje een begonia. En kijk eens Theo, dit is een vlijtig liesje. Oh. Zorg er maar goed voor. Dat zal ik doen. Ja. Dat zal ik doen. Een vlijtig liesje. Delen jullie ze ook allemaal uit in de kamers? En zorgen jullie er goed voor? Wat klein is, wordt groot. Thank you.
Samen ook bidden. Dat doen we altijd als we samen het leven vieren en ook vandaag met Pasen. We bidden voor elkaar en steken lichtjes aan voor elkaar. En vandaag doen we dat natuurlijk vanuit het licht van de paaskaars. Linda zal het licht van de paaskaars vangen. Goede, mysterieuze God, ik steek vandaag het kaarsje aan voor alle bewoners. We vinden de wereld soms wat lastig en moeilijk, vooral nu corona zo lang duurt. We zijn verdrietig. Maar we hebben elkaar. Samen lachen en samen huilen. En net als dat Jezus is opgestaan uit de dood, weten we dat het leven en liefde altijd wint. Daarvoor steek ik mee. Wij zijn zo goed, hè? Wij bewoners bij Cello, wij kunnen bijna alles zelf. Maar laten we toch ook maar bidden voor de begeleiders. De begeleiders, ons personeel. Fijn dat ze altijd in de buurt zijn. En daarom bid ik, lieve God, mogen onze begeleiders, al het personeel, ons elke dag het beste blijven geven van hun hart en hun hoofd. Daar steek ik graag een lichtje voor aan. En natuurlijk bidden we ook voor onze lieve familie. Dat we ze kunnen blijven zien, dat het goed met ze gaat. En als we dat allemaal gedaan hebben, willen we natuurlijk ook voor deze hele wereld bidden. Wilt u daarvoor zorgen? Amen. Amen. Thank you.
Vrede. Vrede. Dat is belangrijk. En dat is wat Jezus ook altijd zijn vrienden en vriendinnen meegaf. Hij wenste ze de vrede. Ze gingen samen bidden en vrede wensen. En dat doen wij hier ook voor jullie. En misschien wel met jullie. Bidden jullie mee? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals wij anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwaad. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Vrede en alle goed. Vrede wens ik jou. Vrede voor altijd. Vrede voor ons allemaal. Zing maar mee als je wil. Het is bijna echt Pasen. We kunnen het bijna zeggen. Zalig Pasen. Want we hebben het allemaal gehoord. Het verhaal dat ons leven sterker is dan de dood. Dat na het donker altijd het licht weer gaat schijnen. Dat wij samen er altijd weer bovenop komen. Dat geloven we. Daarvoor brandt de paaskaars. Het licht van ons geloof. Laten we samen zingen. Dag allemaal, tot de volgende keer. En daarna gaan we pas zalig Pasen wensen. Eerst zingen we samen. Dag allemaal, zing maar mee. Dag vader, tot ziens.
We kunnen bijna zeggen, zalig paas. Het kruis is leeg, het licht van ons geloof brandt. We krijgen dadelijk nog een prachtig slotlied van Arjo en Irene, de steppen zal bloeien. Maar nou kunnen we tegen elkaar zeggen, zalig paas, een fijn leven en laten we ervoor zorgen dat Jezus elke keer opstaat in ons leven. Daar waar wij liefdevol en vreedzaam zijn. Zalig paas.